Ruimtefiguren zijn driedimensionale wiskundige figuren. Welke moet je kennen en waaruit zijn ze opgebouwd? In de eerste klas krijg je te maken met de volgende ruimtefiguren: kubus, balk, piramide, kegel, cilinder, bol. Ook krijg je te maken met figuren die zijn samengesteld uit twee of meer van de eerder genoemde ruimtefiguren. De zijkanten, boven- en onderkant van een ruimtefiguur noem je ook de grensvlakken. Een grensvlak kan de vorm hebben van een cirkel, een driehoek, vierhoek, vijfhoek en zo door. Natuurlijk zijn er ook ruimtefiguren met moeilijkere grensvlakken, maar voor nu houden we het eenvoudig. Waar twee grensvlakken elkaar raken, ontstaat een ribbe. Een ruimtefiguur bestaat dus uit meerdere ribben. Als je een ruimtefiguur gaat tekenen, dan teken je vaak ook alleen maar de ribben. De ribben die je niet direct kan zien, die teken je met behulp van een stippellijntje. Alleen met de bol werkt dat natuurlijk net niet helemaal. De punten waar drie of meer ribben bij elkaar komen, noemen we hoekpunten. Een ruimtefiguur is dus opgebouwd uit verschillende grensvlakken, ribben en hoekpunten. Neem bijvoorbeeld deze piramide. Deze heeft 7 grensvlakken, 12 ribben en 7 hoekpunten. Het valt je misschien op dat deze piramide geen vierkante onderkant heeft. Dat hoeft ook niet, al ben je dat misschien wel gewend van de Egyptische piramides. Nu ken je de verschillende ruimtefiguren die je in de eerste klas tegen kan komen. In de volgende video gaan we het hebben over de uitslagen van deze ruimtefiguren. Wil je er zeker van zijn dat je geen enkele video mist? Abonneer dan op ons YouTube-kanaal. We'll be right back.